In deze video gaan we kijken naar mijn eigen vermogen, hoe het ervoor staat in februari 2019. De laatste keer dat ik hier een video over heb gemaakt is alweer 3 maanden geleden en zoals beloofd maak ik ieder kwartaal een video waarin ik een update geef over mijn eigen vermogen. In deze video gaan we dan kijken naar welke veranderingen de laatste 3 maanden zijn opgetreden en ook kijken we of we eventueel al dingen voor de toekomst kunnen veranderen of inschatten. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over passief inkomen, investeren en beleggen of persoonlijke financiën. Zijn dit nou onderwerpen die jou ook interesseren? Abonneer dan op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe ik ervoor sta qua eigen vermogen, dus hoeveel ben ik waard in februari van 2019, dat is het moment dat ik deze video opneem. En zoals gezegd doe ik dit ieder kwartaal om een beetje bij te houden hoe het in de geschiedenis is gegaan en welke stappen ik heb kunnen maken. Daarmee wil ik een beetje kijken hoe ik er zelf voor sta, maar wil ik ook jullie motiveren om zelf dit soort dingen bij te houden en te laten zien dat je ook met een gewoon inkomen en dat soort dingen toch stappen kunt maken in je eigen vermogen. In deze video gaan we dan ook vooral kijken naar de bezittingen die ik heb, dus het huis, een auto, banktegoeden en vooral het belegd vermogen zal uitgebreid besproken worden, omdat daar vaak de meeste veranderingen in zitten. En daarna kijken we naar schulden die ik heb, zoals hypotheek, studieschulden en dat soort dingen. Dus laten we snel overstappen naar de computer, dan kan ik jullie alles weer laten zien. En zoals jullie misschien al eerder hebben gezien, is dit het format dat ik altijd gebruik, de spreadsheet waarin ik alle informatie bijwerk. En aangezien dit over februari gaat, vullen we dat in de tweede kolom in. Hier vul ik net zo lang gegevens in tot het 1 april is. En op dat moment stap ik over naar de kolom van 1 juli. En daar vul ik net zo lang gegevens in tot het 1 juli is. En dan heb je dus telkens een overzicht van de stand van zaken op die datum die erboven vermeld staan. Nou, we zien dus dat we 1 januari hadden we al deze gegevens. En op dit moment heb ik sommige gegevens ingevoerd. Andere werken door middel van formules. Zoals hier bij het huis zul je zien dat. Dan pakken we de dingen van januari en dan doen we dan 0,5% bij. En dat er uiteindelijk dit jaar ongeveer 2% meer waard zal worden mijn huis. Dit zal waarschijnlijk meer zijn, maar ik wil liever wat conservatiever inschatten. Sowieso is het mijn huis waarschijnlijk als ik het zou verkopen, zou ik een vraagprijs hebben van 250.000 euro. Maar alle kosten die erbij komen, misschien wordt er onderhandeld over een prijs, ik weet het niet. Zal die lager uitvallen? Ik moet het huis wat hier laatst verkocht is nog even opzoeken bij kadaster voor welke prijs. En dan zou ik het dus kunnen bijwerken, maar dat gaat binnenkort dus nog doen. De auto doe ik elke 3 maanden 500 euro afwaarderen. Inrichting laat ik gewoon op 5.000 euro staan, want er zijn wat dingen die minder waard worden. Zul ik af en toe wat dingen kopen. Het eigen vermogen hebben we eenmanszaak, aangezien we daar eigenlijk niks meer mee doen. Ik ben inmiddels dus sinds november in loondienst. Er zit nog wel heel veel geld zeg maar, in de eenmanszaak. En daar zal ik soms wat dingen betalen, soms nog wat naar mezelf overmaken. Dus dat zal ongeveer elke paar maanden met 1000 euro afnemen, is mijn vermoeden. Waar we dan naar gaan kijken is de betaalrekening en de spaarrekening. Nou, de spaarrekening neemt elke maand met 200, of met 100 euro toe. Dus in januari hebben we een keer 100 euro overgemaakt. En in februari 100 euro. Dit gaat trouwens elke tiende van de maand heb ik dat volgens mij geautomatiseerd. Dus daar hoef ik zelf niks voor te doen. Gewoon elke tiende van de maand maakt die 100 euro over naar mijn spaarrekening. En dan ook een paar 100 euro naar beleggingsrekeningen die ik heb. De betaalrekening, dat is natuurlijk nou wat lager dan in februari. Ten eerste omdat ik een fiets heb gekocht. Ik ben van plan veel meer te gaan fietsen. Dus ik vond het een goede investering om een fiets te kopen. Dat scheelt zeg maar 800 euro. En natuurlijk op de eerste van de maand worden heel veel dingen bij mij betaald. Verzekeringen, dingen van de vereniging van eigenaren hier. Noem het allemaal op, hypotheek. Dus daarom is dit natuurlijk lager omdat ik pas het einde van de maand mijn salaris ontvang. Wat dan wel interessant is om eigenlijk te gaan kijken, en daar gaan we dus uitgebreid op in deze video, is naar de dingen van mijn belegd portfolio, zeg maar, mijn belegde vermogen. Ten eerste heb ik een gedeelte bij Prittel of Bink Forward is dat dan. Dat is inmiddels uitgegroeid naar 10.641 euro. De Giro staat inmiddels op 8.060 euro. Ik doe ook sinds kort, Evi was het vroeger, dat heb ik uitgehaald. Dus die kunnen eigenlijk trouwens meteen veranderen. Dat is iets van vorig jaar. Nu doe ik via Peaks. Dat is dus een app van de Rabobank waarin je wisselgeld op je pintransacties automatisch gaat beleggen. Nou, dat is dus inmiddels al uitgegroeid naar 20 euro. En Brand New Day is voor pensioenbeleggen. Daar gaat elke maand 100 euro in. En dat groeit dus inmiddels uit naar 3300 euro. Ik
cryptocurrencies heb ik op dit moment niet. Zeker niet aan te raden aangezien de koers maar blijft kelderen. Inmiddels al 80% of iets meer zelfs dan minder. 80% minder dan een jaar geleden, moet ik zeggen. Zilver, goud, er was ooit een optie. Op het moment dat de beurs inzakt, een crisis aan zit te komen, dan is het ooit wel een goede investering. Maar die heb ik op dit moment nog niet. Kijken we naar de schuld, dat gaat gewoon automatisch. Hypotheek wordt elke maand €263 afgelost. En één keer in de drie maanden betaal ik een extra bedrag af. Dus €300 in dit geval. Starterslening wordt elke maand €100 op afgelost. Volgens mij is dat zelfs iets meer. En de studieschuld is ook elke maand €100. Dus iets meer dan het minimum. Maar ja, die €100, dan gaat het gewoon wat sneller. Komen we dan uiteindelijk uit de bezittingen die ik heb, minder schulden, op €160.000 bijna. Aan eigen vermogen. En zoals gezegd gaan we in deze video dus eigenlijk vooral kijken om deze paar kolommen. En dan is het eigenlijk ook nog vooral de Giro, waar ik zelf mijn beleggingen kies. En Bink Brittle, of Bink, eigenlijk Bink Forward, omdat dat het grootste bedrag is. En omdat ik daar misschien zit te denken aan dingen om daar te gaan veranderen. We zagen wat veranderingen in mijn belegd vermogen. En dat heeft natuurlijk te maken met de beurs, hoe die zijn eigen de afgelopen tijd heeft gedragen. De laatste update die ik maakte in ergens begin november, toen hadden we natuurlijk te maken dat de beurs al net een flink deel was ingezakt. Dat kunnen we hier ook terugzien. Vanaf begin oktober, toen hij nog best hoog stond, naar ongeveer hier zat ik mijn video uploaden, is natuurlijk al een stuk lager. De beurs is naderhand nog verder gezakt, tot ongeveer rond de kerst had hij op zijn dieptepunt stond. En naderhand is hij wel weer langzaam gaan stijgen. Dat zien we natuurlijk ook weer terug in de waardeontwikkelingen van de aandelen die ik zo laat zien. Kijken we dan eerst naar mijn dingen bij de Giro. Zoals je kunt zien, iets meer dan €8.000. Die wordt live geüpdate, dus net zal weer €6 meer dan net laten zien. En dan kijken we naar de aandelen die ik heb. Alibaba, Apple, Facebook, Tesla en Visa. Nou, inmiddels zijn we bijna bij alle aandelen wel een beetje weer aan winst toegekomen. Alleen Apple is een aandeel dat nog steeds een groot verlies laat zien. De rest zijn nog wel verliezen, maar die zijn eigenlijk nooit meer dan €25 op het totaal. En dan gaan we daar zo meteen kijken. En ik heb natuurlijk ook nog gebruik gemaakt van ETF's. Verschillende dingen zoals de S&P 500, Total Stock Market ETF van Vanguard, de Russell 2000, dat is weer wat niet de grootste bedrijven zoals in de top 500 staan, de S&P 500, maar 2000 wat iets kleinere bedrijven. En op die manier probeer ik in ieder geval wat verdeling, wat spreiding in mijn portfolio aan te brengen. De verhouding zie je wel dat vooral Tesla is nog steeds mijn grootste waardepositie eigenlijk met $2800. Ik heb daar 10 aandelen. Facebook volgt daarna met €1400 zelfs, zo moet ik het zeggen. En naderhand volgt de S&P en verschillende dingen met rond de €900, €800. Ik heb laatst nog een keer zitten kijken of dit nog steeds wel de goede verdeling was. Zeker op dat moment dat aandelen zijn gezakt, heb ik nog eens goed gekeken hoe staat het ervoor met verschillende aandelen zoals Alibaba en Facebook. Facebook heb ik zoals gezegd toen gekocht toen Facebook te maken kreeg met die privacy schandalen, dat de aandelenkoers 20% zakte. En het is eigenlijk niet zo snel weer teruggegaan naar de oude waarden zoals ik had verwacht. Dus was het een goed moment om te gaan verkopen, heb ik me toen afgevraagd. Heb ik bij al deze dingen gedaan. Ja, ben er misschien helemaal tevreden over. Maar zeker nu de markt weer wat beter gaat, heb ik toch besloten om ze gewoon te gaan houden. We zullen dan even wat verschillende aandelen gaan kijken. En dan hebben we als eerste Facebook. Even kijken, terwijl ik dit update, moeten we even teruggaan naar de laatste 3 maanden. Kijk, je ziet inmiddels dat lange tijd heeft het aandeel zo rond de $130, $140 gezeten. Op het moment dat ik het kocht zat het rond de $170. En daar gaan we weer langzaam naartoe. Dus we zien alweer dat er een stijging bij Facebook. Facebook heeft dan ook het laatste kwartaalcijfers aangekondigd dat er zeer groei in zit. Dat ze weer meer winst kunnen maken. Dus dat is positief en dat zie je ook direct in de koers. Die sprong van $140 eigenlijk in de dagen erop naar $160, $170. Was op die dag zelfs bijna 12% erbij op het goede nieuws. Dus dat is nog steeds wel een goede. We hebben natuurlijk steeds te maken met privacy schandalen. Nu ook weer in Duitsland met de wetgeving die eraan zit te komen. Maar Facebook is natuurlijk meer dan Facebook, zoals ik al eerder heb gezegd. Je hebt Instagram, WhatsApp. Er zijn gewoon heel veel gebruikers die er dagelijks gebruik van maken. En vooral de winsten nemen ook telkens toe. Dus daarom is het wel een aandeel wat ik wil gaan houden. Kijken we dan naar Apple. En ook hier update je hem weer wat ik niet wil. Na de laatste 3 maanden, daar zien we eigenlijk dat de koers
vaak bleef dalen. Zeker als we de laatste 6 maanden keken. Dus al wel een aantal dat ik langer heb. Ik heb hoogtepunt rond de $230. Toen werd al langzaamaan duidelijk dat bij de toeleveranciers Apple steeds minder producten afnam. Want die maakten verliezen of in ieder geval minder winst. En naderhand werd ook bekend dat Apple inderdaad niet meer ging zeggen hoeveel producten ze van een iPhone verkochten. Maar alleen het totaal. En nam de vraag af. En dat zie je ook wel. Dat het eigenlijk maar bleef dalen. Op een gegeven moment, ja, nou ze hebben wel een bodem bereikt waarschijnlijk. En zal het wel langzaamaan gaan stijgen. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk dat de beurs weer stijgt. Apple is zoiets, ja, ze gaan minder verdienen natuurlijk op iPhones. Er worden gewoon minder van verkocht. Ik denk ook dat de prijzen van iPhones zullen dalen. Omdat ze inmiddels wel doorhebben dat de prijzen die ze nu vragen van ooit wel €1500 voor een telefoon gewoon te hoog zijn. Dat die mensen het niet meer kopen. Dat het beter is om wat minder winst te maken per telefoon. Maar er wel meer te verkopen bijvoorbeeld. En ze zullen gewoon meer geld moeten halen uit andere diensten, vooral hun services, iCloud. En ze gaan beginnen waarschijnlijk met een Netflix-concurrent, dat soort dingen. Daar zullen ze de komende jaren wel geld uit halen. En dat is ook de reden dat ik nog steeds de aandelen van Apple zal houden. Maar dat we wel op dit moment dus daarop het grootste verlies hebben van, ik geloof, iets meer dan €100. En het aandeel Tesla, daar heb ik het natuurlijk al vaker over gehad. En daar ga ik het ook in de volgende video, in de komende week ergens een video over maken over de laatste kwartaalrapport van Tesla. Natuurlijk is het een heel risicovol aandeel. En dan gaan we ook even hier kijken. Want ja, er zijn heel veel dingen onzeker. Maar je ziet al wel dat ze de laatste kwartalen telkens winst weten te maken. En dat de prognoses voor de komende kwartalen er ook heel goed uitzien. Zeker nu de Model 3 weer naar Europa komt. En de fabriek in China gebouwd wordt. Maar die informatie krijg je dus allemaal in de volgende video. We zien gewoon dat Tesla heel hoge pieken heeft. En ook weer dalen. En langzaamaan stijgt het. Zeker nu op bepaalde momenten dus kwartaalcijfers bekend zijn geworden. En we een beetje in de toekomst kunnen kijken. Zien we gewoon dat het een aandeel is waar echt veel mogelijkheden in zitten. Natuurlijk hebben we nog steeds veel risico's bij dit aandeel. Maar dit is gewoon zo'n aandeel waarin ik geloof. Eigenlijk voor de korte termijn denk ik wel dat we richting de $500 per aandeel kunnen. Dat zal voor de komende 2 jaar zijn misschien. Dus dat is een reden om het te houden. En zoals gezegd, ik zit nu ongeveer een jaar in het aandeel Tesla. Dus we hebben heel hoge pieken gekend. Rond deze koers was het ergens dat Elon Musk zei dat hij het van de beurs af ging halen. Toen bleek dat toch weer niet zo te zijn. Werd de beurswaakhond weer boos. Nou, dat was een beetje het laagste punt. Zeker nu we dus, zoals gezegd, winsten zien de laatste kwartalen en ook de verkoopaantallen van de Model 3, maar ook de andere elektrische auto's en de dingen die nog dit jaar gaan komen, is dit een aandeel wat ik misschien nog wel bij wil gaan kopen. Daar ben ik nog een beetje over na aan denken. Meer informatie krijg je dus in die volgende video. Behalve bij de Giro heb ik dus ook bij Bing Forward, bij Bing Bank, behoorlijk wat geld belegd. Daar maak ik op dit moment elke maand €300 naar over. En dat wordt dan automatisch van mij belegd. Dan heb ik automatisch een spreiding. Hier ben ik ooit mee begonnen. Dat was wel een goede start, vond ik. Ze hebben natuurlijk rekenen ze kosten, brengen ze in rekening. Dus dat is een moment dat ik nu zit te denken, ik heb nog ongeveer €10.000 hierin zitten. Moet ik daar minder geld in gaan stoppen? Of moet ik er geld uithalen om vervolgens zelf mijn aandelen aan te kopen? Of indexfondsen, ETF's, dat soort dingen. Dus kijken we even naar deze belegging. Nou, dan zien we dat €10.641 op dit moment erin zit. Zoals gezegd, waarvan in behandeling 300, omdat ik pas geld over heb gemaakt. Die wordt dus nog belegd van mij. Het gerealiseerde dingen, resultaat is op dit moment, ik ben dus ooit begonnen hier in eind 2016. Toen dat maandelijks een beetje geld ingelegd. Toen in één keer heel veel. En vervolgens elke maand 300. Dus je ziet de stapjes omhoog gaan. We hebben dus einde van het jaar gehad dat we door de slechte beurs, dat ik eigenlijk verlies had op mijn investeringen. Maar inmiddels zijn we dus weer boven het lijntje. En zien we dat we dus winst hebben gemaakt. Nou, hoe ziet de verwachting eruit als ik dit door zou doen met €300 in de maand? Nou, dan gaan we naar ongeveer die datum 2048 dat ik ermee ophoud. En dan zou het waarschijnlijk dus tussen de 2,5 en 3,5 ton moeten liggen aan vermogen dat ik op die manier heb opgebouwd. Nou, kijken we even naar de vermogensverdeling. Dan zie je dat in ieder geval, ik heb een hoog risicoprofiel bij Bing Forward. Dus een groot gedeelte zit in aandelen, bijna 85%. Obligaties is samen met de kortlopende obligaties ongeveer 10% en de rest zit in vastgoed. Dus dat is het voordeel van dit soort producten. Het geld dat je erin stort, worden automatisch dingen van aangekocht en ze wordt ook automatisch, nou, afhankelijk van jouw risicoprofiel, een verdeling gemaakt.
Dus je hebt, omdat ik een hoog risicoprofiel heb, veel aandelen. Ga jij voor een defensief risicoprofiel, dan zul je veel meer obligaties hebben die iets minder opleveren, maar wel veel meer zekerheid bieden. Kijken we dan naar het cumulatief rendement, dan is dat de laatste maand in ieder geval weer prima met 4,5%. Je ziet, de laatste half jaar hebben we te maken met een dipje gehad. De laatste 12 maanden heb ik toch nog 4,6% rendement kunnen maken. En sinds het begin zelfs bijna 6,5%. Dit is ooit zelfs 12% geweest, maar dat is dus een maand of 5 geleden, denk ik, voordat de beurs een beetje zijn dipje kreeg. Al met al €391 rendement kunnen maken op deze investering. Maar zoals gezegd is dit dus de vraag, wil ik dit soort dingen houden? Ik ben hier ooit mee begonnen, toen had ik nog niet zo heel veel ervaring ermee had, ook niet veel tijd erin wilde steken, maar wel ermee wilde beginnen. Op dit moment ben ik dus steeds meer bezig met zelf dingen kiezen, bedrijven beoordelen, waarderen, nieuws volgen, keuzes maken. Dus is het misschien wel interessant voor mij om juist meer dingen zelf te gaan kopen, indexfondsen of ETF's. Heb jij misschien nog tips? Denk eens van dat zijn goede fondsen, denk daar eens aan of zoek dat eens uit. Laat me het weten, dan misschien maak ik wel een update over hoe ik mijn geld ga herverdelen. Dat heb ik al ooit eerder gedaan. Toen zat ik voor €2.500 in Evi. Daar vond ik het rendement tegenvallen. Dat heb ik toen eens uitgehaald. En ben ik bij de Giro juist erbij gestort. Heb ik onder andere Facebook van gekocht en dat soort aandelen. Ik heb ook een gedeelte dus in die indexfondsen gestopt. En ik zit eraan te denken om bijvoorbeeld of minder in de maand te storten. Dus in plaats van €300 maar €100 in de maand te storten naar Bink bijvoorbeeld. En vervolgens die €200 te gebruiken om of zelf investeringen te doen. Of extra af te lossen op mijn hypotheek of dat soort dingen. Of om gewoon te stoppen hiermee en het gehele bedrag over te zetten naar de Giro. En dan dus langzaamaan dingen bij te kopen. Niet in één keer denk ik, maar langzaamaan. Zeker nu, want er misschien een crisis aan zit te komen, is het waarschijnlijk verstandiger om het in etappes, zeg maar, het geld te investeren. Ik ben erg benieuwd hoe jullie daarover denken, dus laat dat in de reacties onder deze video weten. En dan zorg ik ervoor dat we over 3 maanden in ieder geval weer een update hebben over mijn eigen vermogen. En misschien wel eerder als ik een herverdeling heb van mijn, van in dit geval Bink Forward. Tot zover een update van mijn eigen vermogen in februari 2019. Bedankt voor het kijken. Als je nog vragen hebt of tips, opmerkingen over deze video, laat ze dan weten in de reacties onder deze video. Bijvoorbeeld over hoe ik mijn portfolio misschien in de toekomst beter moet indelen. Of heb jij vragen over hoe jouw portfolio moet verdelen of welke aandelen dan misschien een goede optie voor jou zijn. Laat dat dus weten in de reacties onder deze video en help elkaar ook door te reageren op elkaar. Vergeet ook niet om mij op Instagram te volgen, @eenpassiefinkomen. Hier post ik veel nieuwe content, zoals foto's en video's. Daar heb ik ook veel meer interactie. Stel ik jullie regelmatig vragen waar jullie dingen op kunnen beantwoorden, dan heb je dus invloed op het kanaal wat ik ga uploaden in de toekomst. Mocht je nog geen abonnee zijn van dit kanaal, maar je hebt wel tot dit moment gekeken, dan is het waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd upload ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien, abonneer dan op dit kanaal. En vond je dit een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties onder deze video weten waarom je het goed of minder goed vond. Dan neem ik dat weer mee in de volgende video. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer terug. Dit zal niet aanstaande maandag zijn, zoals altijd gepland. Maar aanstaande vrijdag zal ik een extra video uploaden. Deze gaat over de online supermarkt Picnic. Ik ben daar nou al een tijdje klant en ik wil daar mijn ervaringen met jullie delen. Dus aanstaande vrijdag een review van Picnic. Dus graag tot de volgende video.